Dames en heren, welkom. Even ter introductie. Ik ben Evert de Napel. En naast mij... Bedankt even dat u mij hebt. Vandaag is de wedstrijd tussen Vitesse en NEC. Jury, wat denk je van de thuisploeg? Nog één wedstrijd te gaan in dit enerverende seizoen. Ze lijken verzekerd van een mooie plek op de ranglijst en kunnen zich op komend seizoen gaan richten. Hopelijk krijgen we een spannende en doelpuntrijke wedstrijd te zien vandaag. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? De verdediging grijpt in en verovert het balbezit. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Wie pikt hem op? Labiat. Ja, en nu? Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Castillon. Doorspelen. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Prupper. Ja, en nu? Dat was gruwelijk mooi. Oh, wat zat hij er dichtbij. Doet die goed. Doelpunt! Die bal verdwijnt keurig laag in de hoek. Technisch heel knap gedaan. Echt goed hoe hij die bal aanneemt en plaatst. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek.
De eerste goal van dit treffen. Paulsson. Bejinovic. Ze vechten om de bal. Het goed. Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Paulsson. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Goed gezien zeggen, zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Labiat. Paulsson. Traoré. Vrolijk verder. Bejinovic. De corner. En wie gaat hem nemen? En hier is de goal nog een keer. Hij ziet een opening en profiteert meteen. Wat een inzicht. De voorzet wordt in de kiem gesmoord. Gevaar is voorbij. Op de wreef en een schot. Ja, en nu? Ja, dit gaat goed. Nee, die bal gaat er niet in. Ik denk dat hij hem met zijn verkeerde been nam. Het was inderdaad een slap schot. Mag hij wel eens op trainen? Dekkel en hij neemt het balbezit weer over. Paulsson. Traoré. Bal retour afzender. Nu! Opgeruimd staat netjes. Gaat hij het redden? De bal strandt ergens in de verdediging. Er komt de wissel aan. Bejinovic. Zet de medespeler. Traoré. En doelpunt. Prima kopbal daar. Ja hoor, de keeper was kansloos. Goed gekopt hier even. Dit is zo'n kopsterke speler. Daar doe je als keeper helemaal niets tegen.
Paulsson. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Ze strijden om de bal. Hij bereikt zijn ploeg. Hij doet het. Hij scoort. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Rabiat, Bejinovic, Leerdam, Ibarra. Ze krijgen een vrije trap. Hij zet zijn tackle te laat in en maakt daardoor een overtreding. Goed gezien door de arbiter. Hij probeerde hem de bal afhandig te maken, maar maakt daarbij een overtreding. Hij raakt hem met zijn hoofd. De lat voorkomt een treffer. De eerste helft zit erop en de stand is 2-1. We gaan naar de rust. We hebben veel kansen gezien in de eerste helft. En de wedstrijd lijkt nog alle kanten op te kunnen gaan. Ja, tuurlijk. Het kan alle kanten nog op. En ik verwacht ook een spannende tweede helft.